Hallo Black Legion, ik ben Max, welkom bij een nieuwe video van mij. Welkom bij een nieuwe video zoals ik al zei. Dit is Ark, of nee, godverdomme. Dit is weer Cavella's Hunter nog wat. En het is een beetje kut opgenomen, want ik weet niet hoeveel tijd ik heb. Want hij is weer aan het spacen, zie ik. Ja, ik ga het vandaag hebben over Hitman Absolution. En misschien is hij iets te kort ingesproken, of misschien iets te lang. Ik kan er niks aan doen, dat is die Arksoft die weer kut aan het doen is. Ik ga het vandaag hebben over Hitman Absolution ter voorbereiding op de game. Ja, je moet je in ieder geval wel voorbereiden op een Hitman game. Want je moet de map kennen, je moet de map uit je hoofd kennen. En je moet met de map gaan spelen, soort van. Je moet de dingen in de map gebruiken om mensen te doden of te ontsnappen of te hiden, zulke shit. En laat ik alvast beginnen met het verhaallijn, heb ik van Wikipedia af. Het verhaal begint met de missie waarin Agent 47 Diana Burnwood moet vermoorden, die vroeger nog zijn leven gered heeft. Als laatste verzoek vraagt Diana nog om Victoria te beschermen. Hij doet dit en wordt daarom door zijn huidige opdrachtgever als verrader beschouwd. Hij zet Victoria af bij een aantal nonnen, wat volgens hem de veiligste plaatsen van de stad behoort. En het, ja, dan gaat het op een gegeven moment helemaal mis. En het is een vette game, ik heb hem al één keer gespeeld. Ik zal ook nog even gameplay voorlezen. Het spel heeft een verhaaloptie en een online optie, wat nieuw is in vergelijking met de vorige spellen in deze reeks, is de Instinct Mode. Hiermee kan Agent 47 door muren kijken en NPC's zien. Hij kan ook voorspellen welke routes ze waarschijnlijk zullen volgen. Dit is min of meer vergelijkbaar met de sonarvisie in Tom Clancy's Splinter Cell Conviction, of als de Detective Mode in Batman Arkham Asylum. Ik heb hem niet gepreorderd, ik heb hem voor 20 euro gekocht bij Xbox. En ja, het is een vette game. Ik ben ook nog redelijk goed in stealth. Ik zal wel wat falen, omdat ik er natuurlijk bij moet praten. En ik moet me wel concentreren. Dus ik zal wel wat falen. Maar ja, het wordt een vette game. En ik heb er echt wel zin in. Ik weet niet hoeveel minuten ik nu al aan het volpraten ben. Dat is echt kut. En iets zei krak. En dat was mijn konijn volgens mij. Iets gebroken. Nee, maar het is een hele vette game. En ja, jullie zien dinsdag de eerste part van. Het zullen gewoon 20 minuten duren. Ik wilde eerst kijken of ik een hele missie kon doen. Maar ik kan niet uploaden op Black's kanaal. Ik moet uploaden via WeTransfer. En dat gaat maar tot 2 gigabyte. Dus kan ik geen hele missies doen. Dat vind ik wel jammer. Want ik heb liever één missie helemaal achter elkaar dan een paar parts in één missie. Als je snapt wat ik bedoel. Ik snap mezelf niet eens meer. Maar ja, sorry als dit een korte aflevering is. Maar heb dit te danken aan Arks of Showbiz. Want ik had echt het idee dat ik voor 6 minuten ging vol lullen. Maar ja, ik weet dus niet hoe lang ik nu al bezig ben. Ik heb voor het gevoel ben ik nu al 5 minuten bezig of zo. Maar het kan ook gewoon nog 2 minuten zijn of zo. Nou ja, jullie zien mij dinsdag gewoon met een 20 minuut durende Hitman Absolution. En dan zien jullie mij gewoon, ja, elke dag zien jullie mij bijna weer. Er zal deze week misschien nog één keer een niet live commentary zijn met Black Ops gameplay. Maar dat is gewoon voor het lol, omdat ik het ook nog steeds wel leuk vind. Bedankt voor het kijken, vergeet niet te abonneren, te like, favorite en ik zie jullie dan weer later. Doei! Now how do I get to you? You will need to take another path through the river gorge. Tell me there were crocs in the river, Ed. Any more amphibious creatures I need to worry about?